Vandaag gaan we op bezoek bij een bijzonder bedrijf. Dat bestaat al sinds 1863, dus al meer dan 150 jaar. En het is een van de oudste Nederlandse fabrikanten, zo niet de oudste, van bedrijfskleding. En ooit begonnen met de vervaardiging van eenvoudige kleding voor de gewone werkman. Je kent wel die stevige Manchester broeken en ruige kielen. Zijn ze tegenwoordig uitgegroeid tot een bedrijf dat de meest modieuze ontwerpen maakt voor tal van winkelketens. En al die tijd zitten ze al in Hilvarenbeek. En je zou er zo aan voorbij lopen, midden in het centrum. Maar hier moeten we dus zijn. Schijvens, corporate fashion. Bedrijfskleding was vroeger overwegend suf en saai. Hè? Wijd, het paste nooit. Je wilde er eigenlijk niet in gezien worden. Maar kijk eens hier, deze kleurrijke modellen. Dit is allemaal uiterst trendy, good looking. En functioneel, hè? Maar toch mooi. Kijk, hier hebben ze prijzen voor gewonnen. Dit is dus het heilige der heiligen. Hier worden de ontwerpen gemaakt. Normaal zit hier Saskia, de styliste. En die is met stofjes in de weer en met patronen en met accessoires. En kijk, dan krijg je dit soort ontwerpen. Het is toch fantastisch? Ik bedoel, niemand schaamt zich ervoor om in zo'n schort rond te lopen. Knap is dat, hè? En allemaal hartstikke functioneel. Jullie Schijvens, eigenaar, moet je toch eens vertellen. Ooit kende Brabant een hele bloeiende textielindustrie. Die is ondertussen zowat weggevaagd. Jullie, na anderhalve eeuw zijn er nog steeds. Hoe flik je dat? Ja, dat is eigenlijk wel een spannende. Ik denk dat het komt omdat wij... Ja, eigenlijk al die generaties die hebben iets toegevoegd aan het bedrijf. En elke keer iets nieuws bedacht en de passie gehouden van de oorspronkelijke ambacht. Want jullie zijn een familiebedrijf, hè? Ja. Ik ben vijfde generatie. Ah, okay. Ja, sinds 1863. En ik doe het samen met mijn broer, Hugo. En dat is 150 jaar jong. Jullie hebben een hele indrukwekkende lijst van de opdrachtgevers. Praxis, Karwei, de Jumbo, de Sligro, Kruidvat, Hema. Nou, noem maar op. Er zijn nog veel meer. Er zijn allemaal bedrijven in Nederland werkzaam. Werken jullie alleen voor de binnenlandse markt trouwens? De meeste klanten zitten inderdaad in Nederland. Maar langzaamaan zijn we nu ook wel bezig om buitenlandse ketens aan te schrijven. Want je ziet in Nederland, het ontwerp wat Nederland maakt, is wel vooruitstrevend, zeg maar, in de wereld. Dutch design, hè? Ja, dat is echt wel zo. Nou, hadden jullie ooit een heel groot confectieatelier? Allemaal dames die aan het naaien waren. Dat is niet meer zo, hè? Waarom is dat? We hebben een keer uitgerekend. Tegenwoordig zou je ongeveer 100 euro betalen voor een blouse als we die hier in Nederland maken. En dan heb ik het over de kostprijs. Dat gaat niet verkocht worden. Dat krijg je niet verkocht. Dus wat hebben we gedaan? In 2010 hebben we ons atelier. Nou, het is niet gesloten, want het staat er nog steeds. Alleen er worden alleen nog maar monsters gemaakt. Dus we hebben eigenlijk alle dames, ook die jullie hier zien, die werken allemaal al 30 jaar bij ons. Dus ja, die hebben natuurlijk van oorsprong de ambacht wel in de vingers. Dus die kunnen heel goed aansturen naar buitenlandse producenten. Ja, hoe ze het eigenlijk moeten maken. En maar bij buitenlandse producenten, denk aan Bangladesh en dat soort landen. Mm-hmm. Denk aan kinderarbeid en uitbuiting, slechte werkomstandigheden. Ja. Dat wil je toch niet hebben? Nee, dat hebben wij ook niet. Nee, dat wil je niet hebben. Nee, precies, die verhalen zijn er in de media en die kloppen ook. Maar wij zijn lid van de Fair Wear Foundation, al sinds 2010. En dat is een onafhankelijke stichting in Nederland. Die is opgericht onder andere door de overheid. En die zorgt dat als je daar lid van wordt, dan moet je verplicht al je gegevens vrijgeven. En dan gaan zij onafhankelijke audits doen in jouw fabrieken. En daarvan krijg je een rapport. En dan wordt je geacht als lid om samen met de producent verbeteringen door te voeren. En dat vind ik nou typisch Brabants, met elkaar verbinden. Klopt dat? Ik ben Brabander in hart en nieren. Dus als het zo is, dan ben ik daar heel trots op. Maar ja, inderdaad, ik ben helemaal voor dat het één keten is waar iedereen een stukje in bij moet dragen en waar je toegevoegde waarde in hebt. En dan kun je daar heel transparant in zijn. Want ik zou niet weten waarom ik mijn klant niet kan voorstellen aan mijn producent. En die klant die mag met mij mee naar China als hij wilt. Als hij zelf in de fabriek wil kijken, nou, be my guest. En ik denk ook voor de producenten is het heel leuk, omdat ze nu leren, oké, wat is Nederland dan? Wat betekent bedrijfskleding? Hè? We zijn met die mensen naar de winkels geweest waar ze kleding voor maken, zodat ze echt kunnen zien waar hun product terechtkomt en waar ze op moeten letten. Ik zou zeggen, op naar de volgende anderhalve eeuw. Volgens mij gaat het wel lukken. Ik zelf misschien niet, maar hopelijk mijn zoon. Brabant kende vroeger honderden van dit soort confectieateliers. Die zijn allemaal naar het buitenland verplaatst. Dat is onvermijdelijk.
dan is het wel goed dat er bedrijven zijn, zoals Schijvens, die erop letten dat het daar in het buitenland fatsoenlijk gebeurt. Want misschien is dat wel een kenmerk van familiebedrijven, dat het daar niet alleen om de centen gaat, maar ook om duurzaamheid en om gewoon Brabants fatsoen. Doe ik het een beetje goed? Nou.